ziekenhuis is de afgelopen periode natuurlijk een enorm uitdagende tijd geweest. Het heeft veel van iedereen gevraagd. Want naast dat we natuurlijk de beste zorg wilden leveren aan alle patiënten die geconfronteerd werden met het COVID-virus, wilden we daarnaast ook alle spoedzorg, waaronder kanker, gewoon door laten gaan. En dat is wel echt elke dag een puzzeltje geweest. Want wij moeten het natuurlijk met dezelfde hoeveelheid personeel doen. Maar het is ons wel gelukt. Juist in deze coronaperiode hebben we ook heel veel geleerd hoe we de zorg nog innovatiever konden maken, waarmee het ook nog patiëntvriendelijker is. En daar gaan we natuurlijk gewoon mee door, ook als straks corona ooit weer achter ons ligt. Binnen ons samenwerkingsverband ARTZ werken we met een aantal ziekenhuizen samen. Dat doen we om te zorgen dat we die beste kwaliteit van zorg kunnen leveren aan alle patiënten die kanker hebben en aan onze zorg toevertrouwd zijn. Want juist in deze coronaperiode heeft dat gemaakt, onze samenwerking, dat we gewoon al die zorg voor onze kankerpatiënten door hebben kunnen laten gaan. Met de juiste kwaliteit die nodig is en dat we mensen op de goede manier hebben kunnen begeleiden. Als ik vooruitkijk ben ik natuurlijk blij dat er perspectief is omdat we nu aan het vaccineren zijn. Tegelijkertijd moeten we ook reëel zijn. We zijn er nog niet. Nog niet iedereen is gevaccineerd. Dus corona is voorlopig ook nog onder ons. Dat maakt dat we ook als ziekenhuizen de puzzel moeten blijven doen door aan de ene kant coronazorg te leveren en aan de andere kant ook alle spoedzorg en zorg voor kankerpatiënten gewoon door te laten gaan. Het afgelopen jaar wat helemaal werd beheerst door corona heeft natuurlijk met ons allemaal wat gedaan. In onze privélevens, maar ook in de ziekenhuizen. Maar we hebben alles op alles gezet om toch die goede zorg te blijven leveren. Zeker ook aan onze patiënten die kanker hebben. En ik ben heel erg trots op hoe we dat met elkaar hebben gedaan. Het is best af en toe heel lastig geweest en het heeft heel veel van iedereen gevraagd. Maar we hebben er wel met elkaar de schouders onder gezet. En het is ons wel gelukt. En dat geeft mij ook vertrouwen voor de toekomst. Dus ik ben blij dat we, ondanks de hele heftige periode, als ik nog terugdenk aan het begin, er was nergens een draaiboek voor. We wisten helemaal niet wat er op ons afkwam. We maakten ons zorgen omdat we zagen dat patiënten niet meer naar het ziekenhuis durfden te komen of naar de arts gingen. We maakten ons zorgen, we dachten waar zijn al die patiënten die normaal gesproken toch met klachten komen wat mogelijk kanker is. Daar heb ik me ook als bestuurder zorgen om gemaakt. En ik ben blij dat we nu zien dat gelukkig mensen de weg weer weten te vinden en op tijd aan de bel trekken. En dat blijft ook heel erg belangrijk. Dus we hebben een hele heftige periode met elkaar gehad, maar we hebben wel de schouders eronder gezet. We hebben dat gedaan voor al die patiënten die aan onze zorg toevertrouwd zijn. Daar ben ik heel erg trots op. Maar er zal ook straks nog wel wat verwerkingstijd nodig zijn voor alles wat we hier hebben meegemaakt. Wat natuurlijk ook niet gewoon was. En dat moeten we ook niet uit het oog verliezen.